klein beetje engelen geduld voordat het veld betreden kan worden. En daar zijn VVV en PEC Zwolle dan. Moesten even wachten in het tunneltje na de trap te zijn afgedaald. Maar gaan nu beide voor 9 uit 3. VVV begon met een 3-0 zegen op Almere. Vorig weekend 2-1 winst bij de Graafschap. Ook PEC won van de Graafschap met 2-1. Maar dan thuis op de eerste speeldag. Vorig weekend een ruime zegen, 5-0 bij Telstar. Opstelling van VVV kent twee wijzigingen. Achterin Kochlin, die speelt in plaats van Sedlacek rechts achterin. En Jacuro Roemer mag in de basis beginnen in plaats van Johansson. Gaat spelen in de rug van de twee voornaamste aanvallers, Venema en Braken. Bij Zwolle geen Hakon Gangstad, die twee assist leverde bij zijn debuut. Niet voldoende hersteld van dat duel met Telstar. Tutuwa Rima vervangt hem, die was tegen Telstar nog ziek. Huiberts mag ook starten in plaats van de niet geheel fitte Landu, die wel op de bank zit. Van Hintem, dat is een slordige bal. Venema zocht Roemer, maar moest eerst nog de draai maken. Klaassen levert ook in, dan kan Zwolle gaan counteren. Mrkonjic, oeh, een uitglijder, dan kan Mrkonjic richting het doel. Hij heeft hem het lief voor zijn linker, maar niet helemaal lekker uiteindelijk. Misschien kans, oeh, helemaal gemist door Tutuwa Rima. Dan ligt het helemaal open voor Venema. Drie man in de achtervolging, maar Venema alleen op Schendelaar af. Geblokt en Roemer ook niet. Wat een kans voor VVV, voor Nick Venema. Uit de spelervatting van PEC, waarbij Tutuwa Rima die bal volledig mist. Dan heeft hij een flinke afstand te overbruggen. Dan schiet hij hem tegen de eigenlijk onwetende Schendelaar aan. Hij heeft alle tijd en misschien wel te veel tijd. Hij knalt dan tegen Dirks aan. Ik weet niet of het nou Schendelaar is of dat hij daar in de mango geblesseerd raakt. Heel vroeg einde wedstrijd voor Sam Dirks. Risicovolle bal van Belen. Onderschepping VVV, een overtreding van Taha gezien. Heel even vasthouden, scherp van scheidsrechter Henschens. Scherp draaiende bal, verlengd door Kochlin en de redding van Schendelaar. Goede vrije trap richting de verre hoek gekopt. Door Brian Kochlin. Goede redding hoor. Levendige openingsfase. Met kansen voor beide ploegen. Hier is Venema de man van de grootste kans. En de volgende poging. Die maar net over wordt getikt door Schendelaar. Goede volley van Venema. Van Hintem. De eerste slordige bal van hem. Eigenlijk beide ploegen al met grote regelmaat de bal inleveren. Tutuwa Rima. Oeh, penalty of een vrije trap. Geel in ieder geval voor Jacobs. Dat is niet handig van die jonge Jens Jacobs. Goede passeeractie van Tutuwa Rima. Halverwege de eerste helft. Uitgelezen kans voor PEC Zwolle om via aanvoerder Bram van Polen op voorsprong te komen. En van Polen blijft heel rustig. Ziet Zima de verkeerde kant op gaan. En maakt de 0-1. Daar gaat Roemer. Oeh, de twijfel bij Schendelaar. Roemer stift en
van de lijn gehaald door Van Hintem. Die daar zijn doelman komt helpen. En nuttig, heel nuttig van Bart Van Hintem. Tutuarima, oh! Ja, dat is een overtreding van Jacobs, denk ik. En die heeft al geel. Er liggen er twee op de grond. Jacobs en Tutuarima. Maar ik vrees voor die 18-jarige Jens Jacobs dat zijn wedstrijd erop zit. Niet alleen omdat hij wellicht geblesseerd is, maar ook omdat hij zijn tweede gele kaart gaat krijgen. Ja, dit is de overtreding van Jacobs. Dat kan toch niet anders. Tutuarima doet niks verkeerd. Ja, dit is einde wedstrijd voor Jens Jacobs. En een rode kaart en een penalty veroorzaakt. Dat is veel om te handelen voor een jongen van 18. Huiberts weer vrij aan de linkerkant, maar het gaat naar Mrkonjic. Oh, is dat een overtreding? Daar leek het wel op. Maar geen protesten van Zwolse kant. Dan heb je als scheidsrechter meestal gelijk. Wordt geen bal geraakt door Ketting. Had ook zomaar de volgende strafschop kunnen zijn voor PEC. Goed, Zwolle voelt ook wel dat het momenteel makkelijk voetbal is. En dat er waarschijnlijk nog legio kansen gaan komen op meer. Het is goed verdedigd. Dit is het enige waar VVV wat uit kan halen. Maar Braken moet heel even inhouden omdat de verdediging van PEC stapte. Ja, Roemer is ook rijp voor een wissel. Vorige wedstrijd stond daar Sedlacek rechts achterin. Op zich opvallend dat hij sowieso niet gebracht werd. Daar is Tutuarima weer, nu met rechts. En Taha, het is prijsschieten daar. Schiet alleen niet zo scherp, die van PEC. Zoals nu gaat, speelt Zwolle een gewonnen wedstrijd. Daar schuilt voor die ploeg dan misschien ook het gevaar in. Dat dat zo voelt. Tutuarima. Geen buitenspel van Huiberts. Krijgt hem terug. Dat gaat wel heel makkelijk. Huiberts. En dan is het 2-0 voor PEC Zwolle. Volgens mij claimt de medespeler nog dat die bal door hem werd binnengetikt bij de tweede paal. Daar gaan we ons dan nu nog even over buigen. Het is absoluut geen buitenspel. Want daar in de 16 staan er nog een heleboel van VVV verder naar achteren. Maar het gaat zo simpel hoe de boer hier wordt uitgespeeld. En dan denk ik dat hij gewoon voor Huiberts is. Al geeft de stadionspeaker van VVV hem aan Görlich. Die daarin komt glijden. Poeh. Misschien dat deze hoek uitsluitsel geeft. Ja, het zou kunnen dat Görlich hem nog raakt. Taha. Görlich. Velios. Van den Berg, hard geschoten. Goeie redding zeg van Shima. Aanval loopt door met Taha. En dan wordt Velios aangetikt. Althans, zo doet hij het voorkomen. Snoeihard schot van den Berg. Een hele knappe redding van Shima. Velios wel degelijk even aangetikt. Zima. Oh, er komt wel een schietkans aan. Belen gaat helemaal buitenom. Dan wordt het een voorzet. Velios dacht aan een omhaal en het schot. Zima, maar in de rebound is daar opnieuw Luis Görlich. Met zijn tweede van vandaag en zijn derde al in twee wedstrijden. Zima heeft de corner nog, dan Belen buitenom bij Venema en ook bij Jansen. Dan denkt Velios aan een omhaal. Het schot van Taha en Zima, ja, moet hem wel zo tegenhouden, maar legt hem daarmee wel precies voor de voeten van Luis Görlich. 3-0 voor PEC. Daar is de kans voor Velios. Zo! Wat een misser.
de Belt mist hem eigenlijk. En Belios weet hem over te schieten. Heel lang weg geweest uit Nederland. April 2008 speelde hij met AZ tegen Sparta. Daarna Valladolid, Maccabi, Gaziantepspor, Deportivo, Maccabi opnieuw. En sinds 2017 speelde hij in de Verenigde Staten, waar hij nog samenwerkte met Dick Schreuder bij Philadelphia Union. En hem ooit de belofte deed dat als hij hoofdtrainer zou worden, dat hij dan voor hem zou komen spelen. Nou, die belofte heeft hij bij deze ingelost. En daarnaast is ook Lennart T in het veld gekomen, maar die kennen we al een tijdje van de Nederlandse veld. Klaassen met een niet zo goede tackle die hem geel oplevert. Een echte gele kaart. Een beetje van Van den Berg richting T. Probeert op kunstige wijze langs Klaassen te komen. Dan is er appel voor Hens van der Belt, maar die mag hem alsnog voorgeven. En dan is daar de goal voor Gabi Kashili. 0-4. Het is geen Hens van der Belt, ondanks het appel van Klaassen. En heel rustig binnengekopt door Gabi Kashili. Menujani. Naar T. En de redding van Zima. Bijna de eerste van T. En de eerste assist van Menujani. Zijn eerste sinds zijn terugkeer, want hij speelde natuurlijk al voor PEC. Lennart T. De hoek is niet heel makkelijk, maar Zima moet toch ook nog wel wat doen. Hij heeft wel wat ballen tegengehouden, die keeper van VVV. En dan is het afgelopen. Wint PEC Zwolle met 4-0. Op bezoek bij VVV.